Mijn collega Nathalie werd onlangs al uit een brandend huis gered door de vakbekwaamheid van KLS Van den Berg. En ik ga nu kijken hoe een reanimatie eigenlijk gaat en het daarbij behorende AED-apparaat. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik ga het zien. Cor, vorige keer hebben we al gezien hoe Nathalie uit een brandend huis gered werd. Ja. Maar jullie doen ook meer, hè? Onder andere reanimatie. Ja, reanimatiecursus. Met daarbij het gebruik van de AED, de automatische externe defibrillator. Wat is dat? Het is een apparaat wat je op een slachtoffer aansluit op het moment dat hij geen hartslag meer heeft. Het apparaat bekijkt wat er aan de hand is en geeft het advies om wel of geen schok toe te dienen. En dan zie je in de filmpjes de schok waarbij mensen van de grond afkomen. Is in de praktijk niet helemaal zo, maar ze krijgen een elektrische schok en daardoor komt het hart weer in een normaal ritme. Wat is daarbij ongeveer het slagingspercentage? We zitten nu ruim boven de 50%. Zo, dat is echt goed. Ja. En als je ziet dat er honderden reanimaties per week zijn in dit kleine landje, dan redden we toch aardig wat mensen. Als er verschillende basiscursussen zijn er lopen, dan kan je ook hoofd-BHV'er worden. Ja. Hoe gaat dat? Elk bedrijf heeft een BHV-organisatie nodig. Die moet aangestuurd worden en daarvoor leiden we mensen op tot hoofd-BHV. Wettelijke aangelegenheden zijn belangrijk, hè? Waar moet ik aan voldoen? Maar ook hoe bouw ik nu die BHV-organisatie op? Wie heb ik daarvoor nodig? Wie kan ik daarvoor inzetten? En daarnaast gaan we een spel spelen, zeg maar, waarbij er een calamiteit plaatsgevonden heeft en het calamiteitenteam, crisismanagementteam opgeroepen wordt. Ja, en die moeten dan de nodige stappen gaan ondernemen. Wat merk je nou waar ze het meest mee zitten, waar ze het meest mee terugkomen? De communicatie is een groot probleem. Ja. Ja. Heel veel mensen zijn zeer fanatiek, willen van alles gaan doen, maar er moet wel in gestuurd worden. Ja. En met name dat sturingsdeel is, dat is pittig. Ja, je moet gaan sturen tijdens een calamiteit. Ja. En dat is altijd moeilijk. Dankjewel, Cor, voor alle uitleg.